Hallo allemaal, vandaag wordt een hele speciale dag met de Zwolse kunstroute, want ik heb een afspraak met de directeur van Artes, Bart Huis. Kom maar mee! Nou mensen, ik ben dus aangekomen bij Bart Huis en ik loop nu mee. We gaan een soort van kunstroute lopen. Nou mensen, we lopen nu een steeg door en er zitten allemaal grappige dingen in. Dus leuk. Dit dus hierboven geeft extra ondersteuning. Nou mensen, we zijn net in de fundatie geweest. Daar was de tentoonstelling van het Sibop. Nu zijn we net in de OD. Heel weinig inspanning. We hebben eigenlijk iets enorm unieks neergezet, vinden wij zelf. En het is geen enkele stad in Nederland die MBO en HBO in één expositie combineert. En dat geeft ook een beetje aan hoe de Zwolse kunstinstelling begint. We vinden dat als alle hoe wij samenwerken. We weten het aan het vinden. Deze expositie hebben we eigenlijk in de Noordlaan georganiseerd. Het deel van de gemeente, de provincie, het Zwolle Fonds heeft ons gesteund. En het bestaat ook. Het Blue Finger Hotel. Het hotel waar je gezellig bij elkaar kan komen. Ik vind de onderzoeksmethode leuk. Om een hotel te ontwikkelen ga je gewoon de mensen vragen die hier wonen. Van wat zou je nou willen wat in een hotel plaatsvindt? Nou mensen, ik loop nu naast Maaike en Maaike die neemt ons ook mee samen met Bart met deze route. Vertel eens wat meer. Nou, ja. We gaan met deze route van Proto langs alle hoofdpunten van de exposities van finals, mbo-instellingen, hbo-instellingen. We zijn zojuist bij de bouwkundeafdeling van Winsheim geweest. We hebben een leuke presentatie gehad over een bijzonder project, Northern Lights Rooms. En we gaan nu weer door naar een aantal stegen van de architectuurbiennale. Spannend. Ja, heel leuk gedaan. Ja. De Rode Leeuwsteeg, daar hebben Vies Rood en Funk & Koek een ontwerp gemaakt. Ja. En daarna een steeg, Meltersgang. Ja, daar gaan we nu naartoe, de Rode Leeuwsteeg. Ja, precies. Ja. Want die zag ik al op Facebook voorbij komen, tegenover Blauwdruk. Ja. We zullen hem zo, als we de hoek omkomen, dan lopen we er eigenlijk al tegenaan. Ja. Want hij valt nogal op. Ja, dat klopt. Die is door Vies Rood en Funk & Koek gemaakt. Ja. Helemaal in lijn met de naam van de steeg natuurlijk. Ja. Nou mensen, we lopen nu tegen de Rode Leeuw aan, waar Maaike het net over had. Echt fantastisch. Oh, dat is hier met 75 centimeter op het smalste deel. En daarom was het idee om een soort industriële lift te creëren. Waardoor je als het ware van de ene naar de andere kant kan teleporteren met een rad. Nou mensen, ik ga zo in het rad met deze camera. Oké, nou, we gaan het doen. Spannend! Nou, ik ga gewoon stoppen. Stoppen. Yeah. Nou, het valt reuze mee. Ik sta aan de andere kant, hoor. Oh, je staat aan de andere kant. Oh, oké. Nou, leuk jongens. Op de vlag, joehoe! Ja, het gaat je snel af. Ja, het gaat me snel af, hè. Ja, ik ben nergens bang voor, hè. Hier komt de kinkeltje. Heel spannend dit. Gaat het goed? Het
uitstekend. Ja, hij gaat wel een beetje scheef. Niets. Ja, ja? Oké. Okay. Ja, nou, er loopt gewoon iemand voor mij, jongens. Dus het kan niet misgaan. Nou, leuk. Nou, ik heb begrepen dat als we zo meteen omhoog gaan, dat het dan wat minder is. Dat is maar goed voor mijn uithoudingsvermogen. Nou, jij komt er ook even op staan. Goedemiddag. Goedemiddag, dit is die meneer dus die er gewoon achter liep. Ja. Zodat het niet fout ging. Zodat het in ieder geval niet fout ging. En dat hij gewoon ongedeerd aan de andere kant komt. Nou, hartstikke lief van je. Super. Dankjewel. Wilt u er de andere kant nog op? Ja, ik ga er zeer zeker de andere kant nog op. Dus ga ik u die kant erop lopen. Oké, dan ga ik zo, toch? Ja, en dan gaan wij die kant op. Yes! Veel plezier. Ja, bedankt. Doei! Oh, daar ben jij. Wat een systeem dit. Ik voel me net een hamster. Maar wel leuk. Door de smalste steeg van Zwolle. Nou, het valt reuze mee. Leuk. Nu ga ik de camera even veranderen, want er staan allemaal mensen daar natuurlijk. Joehoe! Zo, we zijn er bijna. Nou, het valt eruit mee hoor. Nou, ik heb er net een beetje warm van gekregen, van dat rad natuurlijk, door de smalste steeg van Zwolle. Maar nu wil ik natuurlijk de meneer waar eigenlijk alles om draait, die mij heeft uitgenodigd, even spreken. En dat is Bart Huyts. Nou mensen, eindelijk ben ik bij Bart. Eindelijk. Eindelijk. Lang geduurd, maar ja, toch. Ja, maar toch. Ja. Dus ja, nee, en nu zijn we op weg naar een voorstelling of een expositie bij Artes. Ja. In de kerk. Ja. We hadden stiekem van tevoren al gekeken natuurlijk. Maar het belooft heel wat. En nou ja, Bart en ik hebben elkaar eigenlijk leren kennen doordat er een melding stond in de krant dat hij een ondergrondse kunstroute had. En dat is deze geworden. En dat is deze geworden. Ja. Dus daar gaan we heen nu. Hij is wel bovengronds geworden, maar goed, dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Het is kunst, hè. Kunst is denkbeeldig, dus dat kan. Hey, we zijn hier op de Finals Expo van Graphic Design. En even goed om te weten, dit is een voorproefje van ons eindexamenwerk. Dus onze eindproducten die zijn te zien op de academie. En we hebben allemaal persoonlijk werk gemaakt, maar dat is wel gekoppeld aan een maatschappelijk doel. Dus het zijn niet projecten waar je niks aan hebt, om even maar goed te zeggen. Het zijn echt projecten die sociaal geëngageerd zijn. En vanuit een persoonlijke insteek. Volgens mij hadden jullie Dida al gesproken en dit is bijvoorbeeld haar werk. Zij werkt met het thema armoede. Zij heeft het zelf ook meegemaakt in haar jeugd. En op de academie ervaar je dus ook hoe het is om te leven in armoede. Zo kun je bijvoorbeeld dus ook een kaartje trekken waarin een kwestie voorgesteld wordt. Waarmee je iets moet doen, waar je over na moet denken. Oh, ik heb er twee gelijk. Je verliest twee je baan en geen verwarming. Oh. Dat is nu niet zo erg, maar het is heftig. Heftig. En we hebben allemaal een foto gemaakt van onze tafel. Waarin een beetje die feeling te krijgen met hoe er gewerkt wordt. Hoi, mijn naam is Henriëtte Schopman. Ik studeer grafisch ontwerp aan de Kunstacademie en ik ben net afgestudeerd. Ik heb net een presentatie gegeven aan allerlei raadsleden en een hele groep mensen. En jullie moeten ook zeker komen kijken, 5 tot 15 juli in de Grote Kerk. Maar kom ook zeker naar de Academie. We zitten nog even gezellig na. Waar zit ik dan? Kom Bart. Oh ja. En we zitten nog even na en dit is dan het slot van de kunstroute. Klopt. De proto-route, zeg maar. In samenwerking met 5 scholen. En Maaike. En Maaike. En de architectuurbiennale. Precies. En het, ik vond het fantastisch. Ik vond alles heel erg mooi. Ik vond in de Grote Kerk vond ik het spel wat de dame, die gaf natuurlijk ons een hele mooie rondleiding. Maar haar spel vond ik heel erg mooi en maatschappelijk. Mm. Voor de blinden, zeg maar. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Met het voelen en met de geur. Ja, dat vond ik wel heel erg bijzonder.
En ik heb fantastische mooie dingen gezien, ook grafisch natuurlijk. Wat wij van het Windesheim hebben gezien was ook een prachtig mooi project. Ja, het bouwkundeproject was ook heel erg sterk. Ja, ja. Ja. Het had heel erg veel beleving ook. Ja, 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 ja. Maar dit was nog niet alles, hè? Want er is nog veel meer in de stad. We hebben natuurlijk maar een heel klein deel gezien van elke expositie, één dingetje. Ja. En elke expositie heeft misschien wel 10, 20 of 30 dingetjes. Ja, ja, ja. We moeten terug. Ja, we moeten terug. Moeten terug. We moeten sowieso naar Giel, want daar zijn we nog niet geweest. Nee. Natuurlijk naar het Vrouwenhuis. Ja, zijn we ook niet geweest. Daar zijn we ook niet geweest. Nog, hè, van de Biennale. Ja. Ja, ja. Naar Artes zelf. Het academiegebouw is interessant om naartoe te gaan. Ja. Ja. En datzelfde geldt voor het CIPAP-gebouw. Ja. Ja. Het is gelukkig een heel weekend. Ja, gelukkig maar. Nog een hele week, het is toch? Gelukkig, tot volgende week, toch? Nee, alleen dit weekend. Alleen dit weekend. Weekend. Dit weekend. En gelukkig is het mooi weer. Ja, gelukkig dus... wel. Waar blijft u? Ja, ja, gewoon komen. Gewoon komen. Gewoon komen. Helemaal goed. Nou, hartstikke bedankt. En ja, voor die prachtige mooie route. En ik heb echt genoten. Ja. En u ook, denk ik. Zeker weten. Leuk dat u erbij was. Jij ook. Ja, dankjewel, Marieke. Ja, jullie ook. Dankjewel. Nou mensen, ik wilde graag afsluiten bij het Vrouwenhuis. En ondertussen vraag ik jullie om gratis abonnee te worden van mijn kanaal. Want dat vind ik natuurlijk super leuk. En daarbij, jullie zien hartstikke veel wat er allemaal voor moois speelt in onze regio. Want wat zijn wij rijke mensen met al het moois om ons heen en de kunstenaars. Nou, we zijn er bijna. Maar wat ziet u er mooi uit, dames? Ja, ja, ik ben de dienstbode, dat ziet u wel. Hè? Ja, dat zie ik. Hier alles netjes houden voor mijn bazin. Ja. En ik ben eigenlijk van 1700. Ja. 1742, toen is die rijke dame overleden. Toen mocht ik hier wonen. Okay. Toen werd het dus eigenlijk een vrouwenhuis. Ja. Een hofje. Ja, dus eigenlijk mooi. Was ik daar wel blij mee. Ja, prachtig. Want ik was wel moe hoor. Ja. Ja, hier woonden dus dames van onbesproken gedrag. Ja. Gereformeerde huizen. En ze kregen nog een kleine toelage. Ja. En woonden gratis en medische verzorging. Nou, fantastisch. Nou. Beter kunnen we het niet krijgen. Ja, dus we zijn heel tevreden. Uit, ja, het ziet er hartstikke goed uit. Ja, we zijn ook erg tevreden. Ja, helemaal ja, goed. Ik heb nog een vraag. Het is best wel warm nu, hè? Ja. En heeft u het niet warm in uw leven? Nou, het gekke is, dat dacht ik dus ook. Ja. Ik heb er nog een hemdje onder. Maar dit is heel gestopt. Ja. Die dragen ze ook in de winter. Ja. En dat goed is voor de kou. Oké. Is ook niet slecht voor de kou. Nee, nee, absoluut niet. Nee, hoor. Ja, ja. Nee, het is prachtig. Nee, nee, prachtig hoor. En het is al heel oud, hè? Het is van, u bent van... Ik ben denk ik van 1837. 1837, wauw. Nou, prachtig. En u straalt ook. Fantastisch. Ja, u ook bedankt. Breiend. Nou mensen, heel veel succes vandaag. Fantastisch. Dag. Dag mevrouw. Dag meneer. Doeg. Nou mensen, zoals jullie hebben kunnen zien, zijn we nog niet helemaal klaar. Nee, want ik denk ik ga die route gewoon afmaken. Ik vind hem zo leuk geworden. Dus waar we nu naartoe gaan is naar Giel. En Giel zit waar vroeger de libraire zat. In dat hele mooie pand. Dus daar gaan we nu heen. Dus wordt leuk. Dus we gaan nu naar de expositie. Naar boven bij Giel. Nou mensen, dit was Marieke's Co. Bedankt voor het kijken. Mooi dat we die laatste er nog bij Giel op hadden. Even snel. Ik zou zeggen, tot de volgende Marieke's Co. Bye bye.